Zo, ik heb alles bij de hand hier. Mijn tas bij, ook water. En natuurlijk ook wel de gezelligheid met de gewone stadsfiets. Deze heeft geen versnelling, maar het is gewoon gezellig om hier te kunnen fietsen in Oost-Zeeuws Vlaanderen.
hier de campinglocaties te Hengstdijk. Links camping de Oude Haven. En even verder rechts camping de Vogel. Camping de Vogel heeft ook een nieuw bord hier, de Vogel, sinds enige tijd. Volledig vernieuwd, ook wel bijzonder mooi.
Dus ik ga via Kloosterzande. Welkom in de Kloosterzande.
Welkom in Walsoorden. Even de fiets goed zetten, want er is veel wind. Ja.
een bijzondere plaats hier om te komen fietsen. Ja, natuurlijk wel dit een locatie met veel wind. De frisse lucht. Hier ook de picknicktafels. Is gezellig op ieder moment van het jaar. En dan ook de vernieuwing. Hier had ik al getoond, ja, enige tijd terug. Maar wel bijzonder mooi om hier even langs te komen. Klein strand. Dus ja, de vaarroute van de Noordzee, dus via Terneuzen of het kanaal Gent-Terneuzen, natuurlijk ook wel bijzonder druk met vrachtschepen naar de bestemming hier van de haven van Antwerpen. Verder. En dan heb je ook wel bij mooi weer zicht op de andere kant van Zeeland. Dus bereikbaar via de Westerschelde-tunnel met eigen vervoer. Met de fiets kan het ook. Er is wel een verandering met de fiets, dus je mag je fiets meenemen, letterlijk op de bus, vanaf het Terneuzen busstation. En dan, dus de fiets mee. Aan het tolplein moet je eraf stappen, dus het is niet meer nodig van een reservatie te voorzien. Dus de gewone stadfiets kan mee in de bus, natuurlijk als er plaats is, maar gewoon, dat is wel meestal het geval. Daar heb je ook het klein huisje, ook mensen die op wandel zijn met de hond en zo. Ook wel de gezelligheid, de sfeer. Je kan natuurlijk ook met je auto komen, gewoon van de grens Kapellebrug-Hulst en dan Hulst-Walsoorden. De auto daar zetten en hier een pracht van een wandeling komen maken.